Pauline, is dit het moment waarop we kunnen laten zien dat we gedisciplineerd zijn? Nou, kijk, Nederland is van oorsprong een land waar de discipline veel meer iets was wat van boven kwam. Dat was de autoriteiten die vertelden ons hoe het moest. Nou, vanaf de jaren 60 zie je dat dat niet meer werkt. Dat wij willen zelf ons leven bepalen. En dat impliceert dat de discipline uit het innerlijk moet komen. Dus dan gaat het om de zelfdiscipline. Maar die is in het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse opvoeding worden kinderen zo gedisciplineerd om op anderen te letten, om te zorgen dat ze hun behoeftes uitstellen, hun emoties controleren. Dus wij zijn in die zin, omdat we ook over het algemeen lang op school zitten, zijn wij een behoorlijk gedisciplineerd volkje. We blijken keurig opgevoed te zijn met z'n allen. Ja, kijk je naar gisteren wat er op Koningsdag gebeurt. Ik was toch een beetje ervan uitgegaan dat er wel relletjes of wat dan ook zouden zijn. Nou, het is ongelooflijk hoe keurig mensen binnenblijven. En als ze naar buiten gaan, nemen ze die anderhalve meter afstand. Ik vind het echt onvoorstelbaar. En dan, ja, jullie mopperen even over de rij bij de IKEA, maar kijk ik naar het gemiddelde tuincentrum in Nederland. De organisatie is fantastisch. Daar is extra personeel wat daar staat, wat de karretjes schoonmaakt, wat zorgt dat iedereen op anderhalve meter. Dus we zijn ook nog heel goed in het uitbesteden van discipline, waardoor je niet meer als mens hoeft na te denken, maar het gewoon voor je geregeld is. Ja, het is ongelooflijk. Dus je vindt eigenlijk dat het heel goed gaat? Ja, in zekere zin wel. Behalve dat ik denk van mij mag het allemaal nog wel een stapje losser. Want kennelijk zijn we zo goed in staat om die anderhalve meter samenleving vorm te geven. En ja, het is natuurlijk het beleid. Hè? Je kunt zeggen, we moeten alles op alles zetten om mensen kwetsbaar te beschermen tegen het coronavirus. Maar dat gaat wel ten koste van de kwaliteit van het leven en van het samenleven. En daar denk ik van, nou, de oplossing zit dan toch om te kijken van, kun je op een hele creatieve manier die anderhalve meter samenleving weer vormgeven. Door bijvoorbeeld kunstenaars in te schakelen, designers, kleding. Wat moeten die dan doen? Ja, kijk, ik was vrijdag moest ik voor mijn werk naar Leiden. En ik dacht, nou, laat ik dat nou eens uitproberen met de trein. Ik heb geen auto, dus dan ben je afhankelijk van de trein. En nou, op de heenweg, ik bleek al snel dat dat totaal niet kon. Op Amsterdam-Zuid liepen mensen ongeveer tegen me aan. Nou, ik zit zelf, hoor ik bij de risicogroepering. Dus ik had iets van, nou, dit is niet de bedoeling. Ik zat als een soort muisje tegen een muur hard te roepen van, afstand houden, afstand houden. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus toen ik in Leiden was, heb ik een grote paraplu gekocht. Rood met witte strepen. En toen ik daarna uit de trein kwam, en het eerste wat ik deed was die paraplu zo ongeveer naar buiten uitgooien en even kijken of er niemand in mijn buurt was. En vervolgens ben ik ongeveer huppelend door dat station gegaan. Levensgevaarlijk lijkt me als u daar met zo'n... Ja, behoorlijk. Maar de meeste mensen gaan daar dan om lachen en vinden het grappig. En dan denk ik, ja, je moet iets vinden om het uit te besteden, zodat mensen... Kijk, ik ga het mensen echt niet kwalijk nemen. Ik vind ze zo vanzelfsprekend dat je naar elkaar toe beweegt, dat als je staat te kletsen, dat het toch bijna onmogelijk is om die anderhalve meter vorm te houden. Om dat vast te houden. Maar ja, je kunt met creatieve oplossingen, ja, kun je meer doen. Wordt het moeilijker als we meer mogen? Vanaf vandaag mag er iets meer. Het is 28 april, kinderen mogen weer sporten, sportverenigingen mogen weer aan de slag. Wordt het dan moeilijker om zelfdiscipline te houden? Ja, het wordt steeds moeilijker, want die cijfers van de IC die gaan naar beneden. En ja, overigens niet alleen de IC, maar ook de verpleeghuizen. Hè. Laten we wel wezen, het gaat echt niet alleen om de IC, maar ook om de verpleeghuizen. Maar daar gaat het ook beter, want daar lopen de besmettingen ook terug. In beide gevallen gaat het beter. Meneer Gommers, ja toch? Bij verpleeghuizen is het echt lastig, hoor. Daar zit nog, hè, de stijging is minder hard, maar het stijgt nog. En we moeten daar echt met een oplossing komen dat het leven daar acceptabel is. Ja. En we moeten echt op bezoek. De familie moet naar die verpleegkundige of naar de ouderen toe. Ja. Vanaf 11 mei mogen we dat weer proberen in sommige verpleeghuizen, heeft de minister gezegd. Ja. Ja. Even nog naar premier Rutte. Die zei ook van de week van, nou ja, als er meer ruimte komt, wordt het ook lastiger. En de spagaat waarin we nu komen, is dat elke versoepeling, hoe klein ook, nog meer zelfbeheersing, nog meer discipline en nog meer geduld vraagt van iedereen. Dus hou vol. Ja, raakt onze zelfbeheersing op? Ziet u dat om zich heen of eigenlijk nog helemaal niet?
Nou, kijk, het is sowieso een wanhopige strijd om te denken dat je alles via zelfbeheersing kunt oplossen. Dat veronderstelt dat een mens een vrije wil heeft en dat hij elk moment van de dag ook die vrije wil en keurig alles, je bewustzijn op orde is. Je bent filosoof, hè? Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Daarom hebben wij ook, als je de autogordel omdoet en niet omdoet, dan gaat het plotseling hard piepen. Omdat, hebben we dat nodig? Dat hebben we gewoon nodig. Reminder. Ja. Maar ook als je keihard door de straat wil rijden, dan is er gelukkig die verkeersdrempel die vanzelf zorgt dat je dat niet doet. Dus we hebben al allerlei manieren om de discipline uit te besteden. Omdat we weten van ja, we zijn niet de hele dag bewust van alles wat we doen. Je bent ook heel blij met die vakken overal, geloof ik, hè? Ja, ik vind die strepen vind ik onvoorstelbaar slim. En ik denk ook van wat mij betreft zou je de horeca ook kunnen openen. Maar dan moet je wel zorgen dat dus de horeca hele goede plannen heeft van hoe je kunt zorgen dat mensen die anderhalve meter. En eigenlijk zou ik denken, we zouden overal kleine openluchttheatertjes moeten hebben. En dan kan je daar ook theatervoorstellingen voor het terras. En het is allemaal kleinschalig, dat kost wat creativiteit. Kijk, meneer Gommers, nog vrolijk? Theatervoorstellingen, openluchttheaters, mag het? Voor mij wel, als die anderhalve meter. Kijk, wel, hoe we nu leven, gaat het goed? Of dat goed blijft gaan, ja, dat kunnen we zien. Ja, uitproberen. Ik denk wel echt in alles wat we nu doen, wat heel belangrijk is, het ging al even over de rijen. En wat je dan heel snel krijgt is, kijk die rijen, en zijn we wel ver genoeg van elkaar vandaan? Ja, dat deed Maarten Verlossum net. Ja. Ah, wacht even. Zonder iemand de schuld. Wat volgens mij heel belangrijk is om heel goed te snappen met elkaar als samenleving. We gaan iets doen wat niet zonder risico is. En toch doen we het, omdat we namelijk graag weer ook het leven wat we met elkaar willen leiden, willen oppakken. En daar zitten risico's aan vast. En dat moeten we ook met elkaar begrijpen. En niet te veel aan het shamen doen van mensen die dus gebruik maken van die open-up. Zolang dat ik betwijfel toch de immense urgentie van een bezoek aan IKEA. Ja, dat heb ik nou helemaal niet. Want ik kan me heel goed voorstellen, als jij depri binnen zit, dat er niks zo lekker is om ofwel te gaan vissen, ofwel je huis in te gaan richten. Ik ben nog nooit in een IKEA geweest. En weet je ook niet wat je mist. Ik heb ook helemaal niet het gevoel dat ik iets mis heb daardoor. Okay. Wat heel belangrijk is, nogmaals benadrukken, is dat als je klachten hebt, dat je thuis moet blijven. En dat zit niet zo in de Nederlander. Hè, als je een beetje verkouden bent of een beetje snotterig, dan is het wel belangrijk dat je thuis blijft. Want de meeste mensen zijn niet ziek. Dus en die anderhalve meter gaat best aardig. Maar dus het risico als we wat bij elkaar gaan staan, als die mensen maar niet ziek zijn. En er zit altijd het risico dat je... Mag ik een technische vraag stellen? Als het een korte is. Ik ben een bejaarde en ik ben zeker al 3 maanden snotterig. Had ik 3 maanden binnen moeten blijven? Nou, heeft u dat niet gedaan? Als u dat normaal gesproken niet bent en nu wel, en er is een risico geweest dat u... Ik ben al jaren min of meer permanent. Ja, dan, dat bedoel ik, want dan is het anders. Snap je, als je al jaren snotterig of als je al jaren last hebt van hooikoorts en het pollenseizoen begint weer, ja, dan is het logisch. Maar als je het in relatie kunt brengen met corona, ja, dan moet je alsjeblieft wel thuis blijven. Nee, dit is van voor Sinterklaas. Dank voor nu. De stilstand van de samenleving leidt ook tot reflectie. Wat voor samenleving willen we?